eerste spreker is Corina van den Hurk. Zij werkt bij het Integraal Kankercentrum in Nederland. En zij is gepromoveerd op onderzoek naar hoofdhuidkoeling bij chemo. Maar vandaag zal ze presenteren over online monitoren van symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Corina, je mag ons vertellen. Nou, symptoommonitoring en kwaliteit van leven. Dan hebben we het over bijwerkingen van kanker. En ik heb hier een plaatje waar heel veel kleine tekst bij staat, wat jullie allemaal niet hoeven te lezen, maar dat geeft met name aan dat bijwerkingen voor kunnen komen eigenlijk in elke cel van het lichaam. Elk orgaansysteem kan er door worden aangedaan. En ja, jullie weten mogelijk allemaal ook wel dat er heel veel bijwerkingen kunnen zijn. Dat hoeft niet zo te zijn, maar het kan. Dus het kan ook zijn dat patiënten door de chemotherapie of andere behandelingen heen gaan zonder dat er bijwerkingen ontstaan. Maar het kan ook zijn dat je een hele lijst met bijwerkingen ervaart. En dat is voor elke patiënt anders. En we weten nog niet waar dat door komt. En in het kader van de psycho-oncologie, het zijn natuurlijk niet allemaal alleen maar symptomen die lichamelijk zijn, maar er zijn ook psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angst en depressie, die gemeld worden tijdens de chemotherapie. Maar het is niet alleen tijdens de chemotherapie, maar ook na de chemotherapie, na de behandeling tegen kanker, dat patiënten nog heel veel klachten ervaren als gevolg ook van de behandeling. En dat is hier ook weer in een plaatje wat er ook niet om gaat om alle letters te lezen, maar met name van het kan weer elk systeem in het lichaam kan aangedaan zijn door die behandeling tegen kanker. En ook hier hebben ze dan wel weer de psychosociale effecten ook meegenomen die ook heel uitgebreid kunnen zijn, die ook te maken hebben met terugkeer naar werk, met concentratie, cognitief functioneren. Dus het is een heel scala aan waar patiënten ook dan nog last van kunnen hebben. En hoe zit het dan met de impact van bijwerkingen op kwaliteit van leven? Je kunt allemaal wel aanvoelen van als er veel bijwerkingen zijn, als je op bed ligt, als je je heel ziek, zwak, misselijk voelt, dat je dan een hele slechte kwaliteit van leven hebt. En aan de andere kant, als je eigenlijk nauwelijks ergens last van hebt, dat je dan een goede kwaliteit van leven hebt en eigenlijk zo kunt functioneren zoals je normaal functioneert, ook voordat je de ziekte had. Hierbij zie je in dit grafiekje eigenlijk het roze en het rood. Dat zijn de gemiddelde of ernstige bijwerkingen, of gemiddelde of ernstige impact van die bijwerkingen op kwaliteit van leven. En daarbij zie je bij het rijtje bijwerkingen dat hier door veel patiënten gerapporteerd is in deze studie, dat van zo'n 60 tot 83% van de patiënten rapporteert dat er een gemiddelde tot ernstige impact was op de kwaliteit van leven van deze bijwerkingen die hier gemeld worden. En dat is dus ook een reden voor patiënten om vooraf bijvoorbeeld te kiezen om niet te starten of om te stoppen met de therapie. Dus dan heb je eigenlijk een suboptimale behandeling, waardoor dat de effectiviteit van de behandeling weer minder kan zijn. En bijwerkingen worden weergegeven via de pro-CTC-AE voor patiënten en via de CTC-AE door klinici. En daar zie je in het rechterkader zie je daar hoe dat opgesteld is. Als je een graad 1 of 2 hebt, heb je eigenlijk nauwelijks klachten. Heb je graad 3, dan heb je al invaliderende klachten. En graad 4, dan is het echt levensbedreigend. En die graad 3 en 4, die worden met name in de studies bekeken als geneesmiddelen ontwikkeld worden. Maar die graad 1 en 2... kunnen ook, zeker als je meerdere graad 1-2 bijwerkingen hebben, heel veel invloed hebben op de kwaliteit van leven. Ik noem het steeds nu maar bijwerkingen, maar het kunnen dus ook, kun je het hebben over symptomen of adverse events, of is het een klacht, want het is weer anders tijdens de behandeling als na de behandeling, want het kan eigenlijk geen bijwerking van een behandeling zijn als de behandeling niet meer gegeven wordt. Dus over het algemeen weten artsen wel te duiden natuurlijk waar dat de klacht vandaan komt, de bijwerking, maar voor de patiënt is dit niet te duiden. Dus dat is denk ik ook iets minder belangrijk, ook in het licht van de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Die bijwerkingen die kunnen voorkomen dus van de behandeling tegen kanker met allemaal verschillende behandelmodaliteiten die ik hier heb opgesomd. Maar het kan ook een gevolg zijn van de ziekte. Dat er bijvoorbeeld obstipatie is. Dat kan komen door de behandeling, maar ook door een darmtumor. Of dat er last is van benauwdheidsklachten. Kan ook bijvoorbeeld komen doordat er progressie is van longkanker.
En dan is het dus de vraag, moet dat gerapporteerd worden door de arts of door de verpleegkundige of door de patiënt? En dat wil ik hier laten zien in een studie die is uitgevoerd bij twee middelen die met elkaar vergeleken zijn. Van welk middel heeft dan de beste effectiviteit, maar daar hebben ze dus ook naar de bijwerkingen gekeken om de veiligheid te monitoren. En hier zie je dan voor cabozantinib en mitoxantrone dat er nauwelijks bijwerkingen optreden en dat er ook geen verschil zijn tussen beide middelen. En dit is dus gerapporteerd door de arts. Dus hier zou je zeggen, het is om het even eigenlijk voor wat betreft de bijwerkingen welk middel gegeven wordt. Maar ze hebben tegelijkertijd ook aan de patiënt gevraagd. En die cijfers zie je hier. En dan zie je dus dat er vele hogere aantallen patiënten melden dat ze die bijwerking hebben ervaren. En uit onderzoek blijkt ook dat ze nog meer hoge graderingen ook scoren. Dus hier in deze tabel is enkel de graad 3 en 4 meegenomen. Dus de graad 1 en 2 nog niet eens. Dus dan kun je je voorstellen dat als je naar alle graderingen kijkt, dat er nog groter verschil waarschijnlijk op zou leveren. En hier zie je ook, die p-waarde geeft dan aan dat er significant verschil is tussen de bijwerkingen van beide middelen, dat hier cabozantinib overal in het nadeel is, dus dat je dan, zou ik als patiënt kiezen voor die mitoxantrone, want dan heb je minder kans op bijwerkingen, dus een betere kwaliteit van leven. En waar komt dat nu vandaan? Nou, in studies naar geneesmiddelen, daar wordt gekeken eigenlijk naar de hoogst tolereerbare doseringen. Dat zie je rechtsbovenaan in het scherm. En links onderaan is dan de real world, dus dat is de behandeling in het ziekenhuis waarop gericht is op het genezen of palliatie met zo min mogelijk bijwerkingen. En aan die klinische kant, dat is het gericht op effectiviteit en dat de patiënt het eigenlijk nog overleeft. Dus dat die graad 3 en 4 bijwerkingen uitblijven en dat wordt gerapporteerd door de arts of de verpleegkundige. En in de real world denk ik dus dat we het echt moeten gaan scoren met zowel de patiënt als de arts en de verpleegkundige, dat dat gecombineerd moet gaan worden. En om dat nu bij de patiënt goed uit te vragen, hebben wij met Profiel een app gemaakt. Maar eerst even terug naar Profiel, want Profiel is ontstaan ook hier in Tilburg. Dat doet IKNL samen met Tilburg University en Centerdata. En zij hebben een systeem opgezet om patiëntgerapporteerde uitkomstmaten te verzamelen. En we zijn daarbij bij 30 collega's hier in Tilburg bij de universiteit en bij IKNL. Er zijn heel veel lopende studies. Heel veel patiënten hebben we dus ook al gevraagd om deel te nemen vanaf dat we gestart zijn in 2004. Het wordt uitgevraagd op afdelingen in alle ziekenhuizen in Nederland. We geven de data dan vervolgens ook weer uit aan onderzoekers die de data opvragen om nog andere onderzoeksvragen mee te beantwoorden. Floor Mols heeft laatst nog een onderzoek gedaan naar hoeveel publicaties hebben we nu eigenlijk met deze club. Dat zijn er meer dan 250. En er zijn ook 11 proefschriften al afgeleverd. Dus al met al heel veel kennis al sinds 2004 met het verzamelen van PROMs. En daar hebben we nu enkele jaren geleden hebben we daar de app aan toegevoegd, ook in een profielsysteem. En dat zie je hier in een schemaatje uitgelegd waar ik jullie doorheen zal praten. Want de patiënt vult de bijwerkingen in een app. Dus in een dagboekje. En er staat ook informatie in over de bijwerkingen. En als er een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden, dan krijgt de patiënt een alert van neem contact op met het ziekenhuis. En die alert kan eventueel ook doorgezet worden naar het ziekenhuis. Maar in ieder geval kunnen ze in het ziekenhuis ook inzien wat de patiënt heeft ingevuld. En daarop kan de arts en de verpleegkundige dan weer symptoommanagement uitvoeren of bijvoorbeeld dosisreductie toepassen of co-medicatie uitschrijven. Alles om dus vroegtijdig te kunnen interveneren, waardoor dat er ernstige bijwerkingen voorkomen kunnen worden. En wat heeft dat dan voor invloed? Dat heeft enkele jaren geleden een onderzoeker in Amerika voor het eerst bekeken bij een redelijk grote groep patiënten van 766 patiënten met een gevorderd stadium van kanker. En hij vond dus van links naar rechts dat er zowel een verbetering was in de kwaliteit van leven, dat de survival verbeterde, dat er ook minder ziekenhuisopnames en spoedeisende hulpbezoeken waren en dat de patiënt ook langer aan de medicatie kon blijven.
En dat alles samen hebben ze nu recent nog ook bekeken. Hoe zit het dan met de kosten? Want er is natuurlijk ook die discussie van de kosten in de zorg. En daarin hebben ze gevonden bij een groep van 831 patiënten dat er door het monitoren met een app en alles wat je daaraan zorg kunt voorkomen. En dat was wel bij palliatieve patiënten. Dus er zaten ook bijvoorbeeld hospicekosten in, maar ook kosten voor verzorging en dergelijke. En daar kwam dus uit dat ze $1100... per patiënt per maand konden besparen door zo'n simpele interventie zoals dit. En dat hebben we dus ook doorgevoerd in het profielsysteem en onderzocht in de Simpro trial. En in de Simpro trial hebben patiënten met longkanker meegedaan met alle stadia van de ziekte. En die starten met een nieuwe behandeling. We hebben daarbij zowel de bijwerking in laten vullen als ook uitvraag gedaan van kwaliteit van leven van patiënten uit 13 ziekenhuizen. En in zowel de interventie als de controlegroep zaten ongeveer 250 patiënten. En we hebben gevraagd om de app wekelijks in te vullen. En dan zou je zeggen, nou, wekelijks, dat is best wel veel. Maar op ons primaire eindpunt van 15 weken vulde 70% van de patiënten de app nog elke week in. En dan komen we hier uit op kwaliteit van leven. De EORTC QOQC30 is een belangrijke vragenlijst die wij eigenlijk in elke profielstudie meenemen om de kwaliteit van leven te meten van de patiënten. En daarin zijn dan verschillende domeinen te onderscheiden. En die zie je in de linkerkolom. En dan zie je met de T0 bij de controlegroep en de T0 bij de interventiegroep, zie je dat er zijn hogere scores in de controlegroep, dus je ziet dat ze bij baseline al een betere kwaliteit van leven hadden dan de patiënten in de interventiegroep. Maar dan zie je na de interventie, dus op T1, dat is dus die 15 weken, daar zie je dat de interventiegroep een betere kwaliteit van leven score had op alle domeinen. Dus het is niet alleen een significant verschil tussen de controlegroep en de interventiegroep, maar dus ook nog een grotere verbetering in de interventiegroep wat betreft kwaliteit van leven. En datzelfde zien we terug ook voor symptomen. En hier ziet u de drie symptomen die de meeste alerts hebben veroorzaakt in deze studie. En daarbij zie je ook weer dat de controlegroep minder ernstige symptomen had bij baseline en dat uiteindelijk op 15 weken dat er minder symptomen waren in de interventiegroep. En dat was ook een significant verschil. En daarnaast hebben we ook nog gekeken naar de overall survival. En daarbij hebben we nu 1 jaar de patiënten gevolgd, waardoor dat we weten van wat is de verschil in overleving na 1 jaar. En daarbij zien we nog geen significant verschil. Maar zoals u hier ziet in de lijntjes, dan zijn de bovenste lijntjes van de interventiegroep en de onderste van de controlegroep. En daarin verwachten we wel, als we deze patiënten nog langer volgen over de tijd, dat we dan wel bij 2 jaar follow-up wel een significant verschil zullen vinden. Dus al met al een hele simpele interventie die bij kan dragen aan mindere symptomen, waardoor het een betere kwaliteit van leven is. En er ook nog gekeken wordt naar vermindering van de kosten in de zorg, wat een heel belangrijk onderwerp is op dit moment. Dankjewel.